Goedemorgen, welkom op ons YouTube-kanaal. Ik sta hier nu in de badkamer, sta hier trouwens nog wel met een handdoek rond. Dus jullie zien niet dat ik hier naakt sta met jullie te vloggen. Maar het lijkt zo wel als ik zo sta, dan lijkt het alsof ik niets aan heb. Maar toch, ik heb een handdoekje aan. En mijn badje is hier aan het vollopen. Ik heb hier ook nog een heerlijke broodpudding staan. Die heeft mijn mama voor ons gemaakt. Kijk, zie, ziet er toch super lekker. Ik weet niet of jullie broodpudding kennen. Kennen jullie broodpudding? Laat het eventjes hieronder in de reacties weten. Het is gemaakt van brood en pudding. Hè. Ja. Ik vind dat echt zo lekker. En Jeno die kende dat dus nog altijd niet. Dus dan had mijn mama gezegd van ik maak het een keer. En dan kan Jeno het ook een keer proeven. En ik weet eigenlijk niet wat hij het nu lekker gaat vinden. Want ik heb net hier aan zijn bureau een bordje klaargezet. Want Jeno ligt dus altijd in bed. Het is nog heel vroeg. Hoort het, dus onze droogkast daaraan. Het is altijd heel vroeg, dus wel al licht, want nu onze tijd verzet is van wintertijd naar van zomertijd naar wintertijd bedoel ik. Kijk, bij Jeno heb ik het hier aan zijn bureau een bordje klaar, maar Jeno is hier nog steeds niet. Dus ik zal het straks wel even vragen of je het lekker vond dan natuurlijk. Maar vandaag is ook onze zaak opnieuw geopend, dus dat ik zo heel erg vroeg in de weer ben. Maar ik heb besloten om toch net ietsje vroeger op te staan vandaag. Want ik wou nog heel even genieten van een lekker ontspannend badje. Vind ik toch zo een mooie start van vandaag eigenlijk. Dus ja. En ik heb besloten om vandaag in bad te gaan met mijn Lush Flamingo. Het is een foambar of zoiets noemt het denk ik. En dat is dus eigenlijk een badbal op een stokje. Het ziet er dus zo uit. De flamingo is zijn hoofd een heel klein beetje kwijt. Er staat zelfs een gaatje nu in zijn hoofd. Maar het bad ziet wel heel mooi roze en heeft heel erg veel schuim. Dus de flamingo heeft dus goed zijn werk gedaan. Dus nu kan ik deze weer ergens te drogen leggen en dan kan ik die de volgende keer opnieuw gebruiken. En terwijl draagt de zaak hier op volle toeren. En Lize die is hier langsgekomen, want zij kijkt naar onze vlogs en ze heeft dat nu net verteld. En u wilt nu graag iets komen drinken bij ons. Ja. En kom je van ver? Van Mol. Van Mol? Dat is toch wel even rijden, hè? Ja. Klein half uurtje dan zo. Allee, helemaal speciaal voor ons naar hier gekomen. Ja. Dat is wel top hoor. En welke vlog vind je zo het leukst? Heb je nu al veel gezien, of niet? Jawel. Welke? Van toen die keer dat we in de bakkerij waren in Mol? Ja. We zijn eens in de bakkerij. Jolien is eens in de bakkerij geweest in Mol. Van haar neef eigenlijk. Nee, van haar nichtje. Haar man. Die heeft daar een bakkerij en daar ga je soms ook je brood halen. Hè? Ja. En die vlog heb jij gezien. Ja. Is dat jouw favoriet? Ja. Alright. Ja. Dat heb je zo hoor. En ook Britt is hier. Dag Britt. Eigenlijk op hetzelfde moment dat Lize, die daar zit, die is ook op hetzelfde moment toegekomen. Wat ben jij eigenlijk aan het drinken? Tropical smoothie. Een tropical smoothie. Ja, dat is met vers fruit en met een sapje erbij. En vind je die lekker? Super lekker. Ik ben hier gewoon reclame aan het maken voor mijn eigen drankjes. Nee, maar zeker waar. Oké, als jij het zegt, dan moet het wel goed zijn. He, ik zeg het niet zelf. En het is alweer avond en onze zaak is gesloten. Alles is er helemaal mooi netjes gemaakt. En ja, het staat eigenlijk nu al bijna klaar al voor morgen. Maar ja, kijk, er is dus niemand meer. En de lichtjes kunnen wel uit nu. We hebben een hele drukke dag weer aan gehad, maar dat is wel heel leuk. Ook tof dat er dus ook kijkers op bezoek kwamen. We hebben heel veel kijkers eigenlijk gehad vandaag. Onder andere Lize en Britt. Waarvan trouwens achteraf bleek dat Lize vandaag jarig was. Dus dat was echt wel, jarig is eigenlijk. Dat vond ik echt wel tof om erachter te komen. Want ja, ze wou vandaag voor haar verjaardag graag bij ons bij Geotie langskomen. Dat vond ik echt wel bijzonder. Dat vond ik heel erg leuk. Vandaag heb ik ook nog een heel erg tof pakketje ontvangen. Ja, ik heb eigenlijk een hele grote doos aangekregen met daarin allemaal kruiden en speciale dingetjes om mee te koken in de keuken. Het zijn allemaal kruiden van Mil en Mortar. Het zijn er hele schattige kleine doosjes eigenlijk, maar er zitten wel heel erg veel goede kruiden in. Speciale kruiden ook die je dus kan en gebruiken in de keuken. Dus ik kan allemaal speciale gerechtjes maken nu. En vandaag heb ik er even gezien om voor een lekker receptje zo van risotto klaar te maken. Ja, het lijkt alsof het is een kookkanaal of zo goed worden. Maar ik vind tegenwoordig koken zo ontspannend. Het lijkt niet meer zo van ik moet koken. Ik vind het gewoon ontspannend en ik vind het ook leuk om iets creatief, iets anders te doen. En daarom vond ik het wel tof om deze toffe kruidenpotjes allemaal te bestellen. Ik heb er een heel deel. Hier beneden heb ik er nu twee staan. Ik heb hier nu de yellow rice.
Dat is iets speciaals voor rijst en noodles. En hier heb ik ook nog de red wine salt flakes. Dat wil zeggen rode wijn zoutvlokjes. Dus die heb ik nu even hier beneden gezet. Dit is echt meer de rode wijnvlokjes. Dit is meer de finishing touch. Maar dit, ja, de yellow rice. Kijk er echt naar uit om ermee te gaan koken en kokerellen. En heel benieuwd hoe dat mijn gerechtje uiteindelijk er gaat uitzien. Risotto is klaar, hij is heel erg smeuïg zoals je ziet. Ik heb er ook al kaas onder gedaan, dus die is al klaar. Enkel dacht ik nu nog, ik kan al de yellow rice eronder doen. Ik open een toosje en kijk, er zitten eigenlijk allemaal kleine aparte zakjes in. Dus je kan het perfect meerdere keren gebruiken. Er zitten er nog meerdere in, dus zie. En dit hier zijn de red wine salt flakes. Die zien er zo uit. Ze ruiken overheerlijk. Echt, je zou nu echt een camera moeten hebben met geur. Ze ruiken echt heel erg lekker. Ga ik er dadelijk ook een beetje van bij de rijst doen. Maar allereerst ga ik dit erbij doen. Dus het pakje openen en dan deze dingetjes erin. Gewoon erin doen, denk ik. Dat moet je onder elkaar zetten. Zie zo, de risotto is klaar. Er heeft iemand hier grote honger hoor. Kijk eens. Nu nog een beetje van het zout. Dat is red wine flakes. Die moet je ook een beetje bovenaan doen. Dat is daar de afwerking. Zo. Ja, ik ook nog een beetje. Kijk er naar uit. Tada. Smakelijk. Smakelijk. Ik ben aan jou aan het kijken wat dat het gaat doen, hè. Moet ik een hapje proeven? Ja. Lekker? Ja, is lekker. Smakelijk. Smakelijk. En die risotto was echt super lekker. Echt, het zout past er echt perfect bij. Hoe vond jij het? Ik vond het wel lekker, ja. Ja, ik vond het ook wel lekker. Oké, gelukkig. Ik ga eigenlijk vandaag mijn dag beginnen. Wow, ik loop doorheen een donkere woonkamer. Ik ga mijn dag eindigen hoe ik hem ook begonnen ben. Kijk hier. Mijn badje is aan het vollopen. Ik ga nu nog eventjes nog mijn make-up af mijn gezicht halen, want die zit er nog steeds op. En ik vind het wel heel belangrijk om heel goed gereinigd in bad te gaan, want mijn huid heel zuiver is. En dan ga ik hier eventjes ontspannen in mijn badje. Ik heb hier ook nog een homemade iced tea voor de zaak. Daar maak ik elke dag zo'n iced tea. Elke ochtend maak ik een hele grote pot met iced tea. Dat is wel een beetje oorschot van vandaag. Dus ik dacht, ik drink hem op, anders moet ik hem toch weggooien. En ik vind het echt zo lekker. Dus dat kan weer al meevallen. Maar dan nu eerst dus mijn gezichtje reinigen. Ik trouwens ook best nog wel veel viezigheid af mijn gezicht. Dat is de echte make-up die ik vanaf vanmorgen al aan heb. Dus ik heb echt heel goede make-up. Die blijft echt de hele dag op. Maar dan moet ik hem natuurlijk elke avond wel eventjes afhalen. Nou, als ik dat trouwens een keertje vergeet, heb ik heel erg snel puistjes. Dus heel goed reinigen. Ik reinig mij trouwens met micellair water uit Yves Rocher. Dat vind ik echt een heel goed product. Het is ook niet zo agressief. En het is echt perfect om je gezicht mee te reinigen. Zo, dit is wel al beter. Dus het is proper. Ik kan lekker genieten in badje. En terwijl Julien in bad zit, maak ik van de gelegenheid gebruik om de Switch aan te sluiten op de televisie en een beetje te gamen. Ik speel trouwens Mario plus The Rabbids Kingdom Battle. En er zit een groot gat in mijn sok. Zie je dat? Ik zoom er even op in. Oh, die zijn voor de vuilbak.
Alright, vertel het eens. Wat moeten we doen? Het is eigenlijk een strategiespel. Ik ben nog niet zo heel erg ver gevorderd in de game, maar ik weet in tussentijd wel wat je moet doen. Het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat je samen met Mario en een paar konijnen, die zich trouwens verkleden als de vrienden van Mario, Luigi en Peach, ga je dus eigenlijk een soort van battle doen tegen een paar stoute konijnen. En het is de bedoeling dat je dus een parcours aflegt, een parcours bedenkt, hoe je deze slechterikken uiteindelijk kan uitschakelen. Het is een lang parcours, zie je wel. En het is de bedoeling dat we de eindmeet halen. Alright, we gaan ze eens proberen af te maken. Let's go. Kijk, ik ga nu met Mario hem een zetje geven. Zo. Ik weet niet of ik deze ook nog een zetje kan geven. Nee, en dan ga ik me hier verstoppen. Zo dus. Die heeft nu een paar punten kwijt. En dan mag ik nu nog eens schieten. En dan kies ik voor hem of voor hem. Laat ik deze maar bekogelen. Of nee, laat ik die maar bekogelen. Zo. Alright. Mario time. En dan geven we deze ook nog even een strike. Zo. En dan gaan we ons hier weer stoppen. Zo, die is dood. En dan schieten we deze nog even af. Ziezo. Alright. En dan mogen we nu nog eens met konijn Peach hetzelfde doen. Zo, een aanval. En hier klaarstaan voor de volgende. En afschieten. Die is dood. Yay. En zo verder en zo door. Yay, ik heb net een grote baas verslagen in Mario plus Rabbit Kingdom Battle. Echt een aanrader van het spel. Het is gewoon een hilarisch spel. Die rabbits zijn super grappig. En de combinatie tussen Mario, die toch wel iets of wat serieuzer is, maakt dat contrast zo grappig en zo leuk. Dat het gewoon, ja, een super spel. Ik vind de rabbits sowieso al leuk, omdat ze zo echt al een hoek kwijt zijn. Een serieuze hoek en heel veel vijzen. En Mario is gewoon een superhero. Die twee soorten samen, ja, dat maakt het gewoon fantastisch. Echt een aanrader. Super. De muziek is trouwens ook wel leuk. Het is net zoals je Mario games speelt, maar toch helemaal anders. Je merkt gewoon dat er veel tijd en heel veel werk is ingestoken en dat is wel fijn. En nu is het tijd om in bedje te kruipen. Bedankt om te kijken naar deze video. Doe de duimpjes omhoog als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.